Wat was er zo bijzonder aan de Republiek in de Gouden Eeuw? Terwijl de rest van Europa werd bestuurd door koningen die absoluut probeerden te regeren, scheidde de Republiek zich af van Spanje en besloot zichzelf te besturen. Maar wie kreeg dan de macht? De macht kwam bij de gewesten of de provincies. Er waren 7 gewesten die zichzelf bestuurden. Holland, Zeeland, Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht en Gelderland. Ieder gewest had zijn eigen regels en wetten. Ze waren dus onafhankelijk. We noemen dit gewestelijk particularisme. Ook steden hadden veel macht. En in de steden was het bestuur in handen van regenten uit de rijke families. Soms was het praktisch om zaken gezamenlijk te regelen. Besluiten over defensie en buitenlandse zaken werden daarom door de Staten-Generaal genomen. In de Staten-Generaal zaten afgevaardigden uit de 7 gewesten. Maar het belangrijkste gewest was Holland. Dat kwam omdat bijna 60% van de uitgaven van de Staten-Generaal door het gewest Holland werd betaald. De belangrijkste afgevaardigde van het gewest Holland was de raadspensionaris. En omdat Holland het belangrijkste gewest was, was de raadspensionaris de hoogste bestuurder van de Republiek. Een ander belangrijk figuur was de stadhouder. De stadhouder was militair leider van de Republiek, baas van leger en vloot. Economisch gezien zat de Republiek in een gouden eeuw. In 1585 werd de Schelde afgesloten door Spanje, waardoor Antwerpen, de belangrijkste haven van Europa, niet meer kon worden bereikt. Handelaren en kooplieden verhuisden naar het noorden, waar ze een belangrijk aandeel hadden in de economische ontwikkeling. Amsterdam werd nu de belangrijkste haven. Amsterdam werd een stapelmarkt en handelaren van het buitenland kwamen er naartoe om handel te drijven. De VOC en de WIC werden opgericht. Er werd geïnvesteerd in het droogleggen van grote meren in Holland zoals de Beemster en de Schermer. De productie in de Republiek was ongekend hoog. Graan werd gehaald uit het OC-gebied en boeren specialiseerden zich in boter, kaas en vlees, wat veel meer geld opbracht. Er waren goede voorzieningen voor armen, zieken en bejaarden, vergeleken met andere landen. In de Republiek was er sprake van tolerantie, er was gewetensvrijheid. Terwijl in andere Europese landen Joden, protestanten of andere andersdenkenden werden vervolgd, was dat niet het geval in de Republiek. Ook al moest dat misschien in het geheim, zoals voor de katholieken, je werd er in ieder geval niet voor vermoord. En dat is toch al dikke winst, of niet? De schilderkunst beleefde ook een bloei. Veel mensen konden zich schilderijen veroorloven, wat ervoor zorgde dat er ook veel schilders waren. Door de vele opdrachten bereikten veel schilders een hoog schilderniveau. Deze meesters zijn tegenwoordig ook heel populair, zoals Frans Hals, Jan Steen, Hobbema, Vermeer, Rembrandt. Maar denk ook aan de architectuur, literatuur en de wetenschap. Uitvindingen zoals de microscoop en het slingeruurwerk die in deze periode werden gedaan. De Republiek was dus politiek gezien bijzonder, omdat er sprake was van gewestelijk particularisme. Alleen buitenlands beleid en defensie werd gezamenlijk geregeld. Cultureel was er op verschillende terreinen sprake van bloei en op economisch gebied was er sprake van een gouden eeuw. Er werd wereldwijd handel gedreven, van Polen tot Paramaribo en van de Noordpool tot Peking. Zie daarvoor het volgende filmpje, kenmerkend aspect 25.